Hey, hallo! Zullen we even een huistuur doen? Laten we even een huistuur doen. Het is een zondag. We hebben vandaag even weer hard eraan getrokken. Onderwijl ga ik lekker een laatste restje drinkje inschenken. Dat mag wel, denk ik. Mensen zeggen altijd, eet nooit op beeld. Maar over drinken hebben ze nooit wat gezegd. Dus die is leeg. Die ga ik even naar de omhoog brengen. Daar was ik weer. Het is nog niet helemaal perfect. Wat is dat? Je begint met de keuken. Ik begin met de keuken? Oh, ja. Gaan we zo met de keuken? Ja, het is nog niet perfect. Het is nog, we zijn nog bezig. Maar dinsdagochtend is alles opgeruimd. Maar ik hoor dan dat het dinsdagochtend opgeruimd is. En donderdagochtend ook, maar daar merk jij niks van. Of ik het wel of niet heb gered. Nee, dinsdag ook niet. Nee, dat is heel lullig, maar dinsdag ook niet. Ik wil niet zeggen dat ik de hele week van huis ben, maar ik ben wel 5 dagen weg. Toch? Zo zeg ik dat goed? Ja. Ja. Volgens mij 4, maar het maakt niet uit. Nee, 5, want maandag telt ook mee. Dinsdag kom ik misschien nog heel even langs huis gekomen, maar ik denk het niet. Dit is nog even van de lunch wat we over hebben en het avondmaal wat we klaar hebben staan. Judith heeft net de kabeljauw uit de vriezer gehaald voor de kabeljauw met spruitjes. Hebben we nog speciale dingen in de keuken? Laten we, ik denk, nou, gaan we. Hoe bedoel je, wat wou je met speciale dingen? De oven? Ja, nee. Kijk, boekenkast. Dit is ook nog een ruimte. Allemaal kookboeken. Ja, leuke standaard boekenkast. Echt, hij verkoopt zijn moeder met zijn vader als package deal, maar gewoon zijn eigen huis verkopen valt tegen. Haha. Nou ja, dat dus. De tafel stond altijd dwars. Ja, de tafel hadden we eigenlijk altijd, nou, je ziet daar aan het plafond een dop zitten. Daar hadden we eigenlijk de tafel een beetje bijgedraaid. De bank een klein beetje nog iets meer naar binnen. Zodat je hier ook bij het zitgedeelte iets wat knusser had. Dan stond daar, op de plek waar ik nu ga staan, stond er eigenlijk nog een stoeltje. Een wat meer relaxed fortuin. Kut je even onthoofd. Ja, een bankje iets meer en hier wat. Dus dat creëerde een klein beetje een plus intieme sfeer. De lamp stond net iets anders, maar... Wat we hier hadden staan, dat was een dressoir. We hebben ze in de kerstvlog kunnen zien. In de kerstvlog konden we dat waar de kerstboom op stond. Ja. En nu hebben we een bananenplant. Hij staat weer even wat dichter naar de muur, maar het was omdat Jaapie anders met de stoere... Sowieso gooide die koekel alweer van het kastje af. Ja. En wie is Jaapie, zou je denken? Nou, Jaapie is onze huishouder. Ja, onze robotstofzuiger. Ja. Zoals jullie weten. Nou, en omdat we dus op budget leven, kun je aan de onderkant van de verwarming ook zien dat we daar ventilatortjes hebben. Ik zie dat die ene niet helemaal goed houdt. Nee, nou, dat komt op schoonmaken. En ja. Dus daar... En hoe heet het? Verwarmingsfolie. Ja, die kun je misschien door de spiegeling hierachter zien. Ja, je ziet wat glimmen, dat is de radiator. En waar John nu staat, stond er ook een stoel, maar die is ook weg. Ja, die stoelen hebben we weg om gewoon ook ruimte te creëren. Een zware stuk. Twee lekkere hoge kasten om de sfeer een beetje te breken. En die gaan we waarschijnlijk in het nieuwe huis in twee jassen. Er zit gewoon een klein beetje achter hoor, dus het klinkt nu agressiever dan dat het is. De muur hebben we eigenlijk nu al 19 jaar zo, hè? Ja, 19,5. Ja, het is geen behang. Nee. Het is ook geen stukwerk. Een soortement van wel.
was toen nog niet op de markt. Dat wij het kregen was nog in een teststadium. En daarom hebben we hier ook een leuk randje in de... Ik weet niet of die heel goed op beeld komt. Ja, als je goed kijk, zo hier zien jullie hem wel goed, zie ik. Ja. En daar heeft hij volgens mij ongeveer 4 uur mee bezig geweest om dit randje erin te krijgen. Ja, ja, want het was voor... dit is van Sigma. En Sigma had net wat samples op de markt om iets daarmee te gaan doen. Ja, maar ze doen een soort van bal en daar vullen ze en daar doen ze weer afschuren en daardoor krijg je dat effect. Alleen dat... Ja. Ja, het was een, hij ging het nooit weer doen. Nee, hij ging, dat was wel, ze gingen het nooit meer doen. Maar dit is dus een speciale coating. Tegenwoordig zie je het wat meer bij wat luxere... Maar eigenlijk in de badkamers, want het is een soort van beton sirene. Ja, het is een beton sirene, ja. Ja, nou, alleen dan water, die water niet watervast. Niet watervast, maar wel afneembaar. Ja. Ja, dan gaan we naar de hal. Ja, dan gaan we naar de hal. Voor de verkoop hebben we dit raampje na 19,5 jaar netjes schoongemaakt. Ja, daar hadden we de verf afgekrapt. We hebben ooit eens het plafond geschilderd. En zo enthousiast als we zijn, hebben we nooit het raampje schoongemaakt. Dat hebben we nu wel gedaan. Ja. Kan ik het nog eens een keertje lappen trouwens? Nee. Wat hebben we nog meer gedaan? Ja, in de hal. Hier. Ja. Is heel slecht op beeld, zie ik. Maar alles is gestuukt. Alles is gestuukt. Plafond, wanden. Hier hebben we nog een... Ja, niet te snel. Hier hebben we dan nog een hoekje in. Waar zo netjes even een stofzuiger en een zwabber of bezem. Of nou, noem het maar even neergezet. Een meterkast, die doen we niet open. Deze hebben we 19,5 jaar terug gedaan. Ja. Iedere jaar, ik weet niet of het goed is, maar qua kleur. Qua kleur, ja. Een blauw-groenige taupekleur. Mijn moeder is er dom op. Ja, die vindt hem nog steeds. De trap hebben we niks mee gedaan, want daar hadden we gewoon geen tijd voor. Ja, dus wel de wanden gestuurd. Ja. Oh jee. Gaan we lekker naar boven. Ik zet jullie even op pauze en dan gaan we zo boven staan. Dus ook hier de alle wanden. En de plafond. Het plafond is gewoon alleen maar wit geschilderd trouwens. Het is niet gestuurd. Nee. Dat is 19 jaar terug gedaan. Dan hebben we hier onze voormalige voorraadkamer. Daar waar jullie altijd vriezen toe vandaan zien. Ja. Hebben we nu een bed neergezet, hier stond een opslag, storage, pantry-achtig, dat was het woord, daar zocht ik naar. Ja, en nog wat losse kastjes, ook die kastjes zijn allemaal netjes naar de recycling gegaan, oftewel. Het tafelkleed wat daar ligt, dat gaat op de vriezerkist. Ja, kom maar even kijken. Hier staan dus de twee vriezers. Ik hoop dat ze in beeld zijn. Tada. En dan doen we eigenlijk zo een beetje. De pupshot doet het druk. Ik dek ook dagelijks een tafel en ik let ook op het randje. Even volgens mij, of wat? Nee, ik had het niet goed. Oh, sorry, ik wist niet dat je zo ging doen. Je had hem goed als je hem gewoon normaal deed. Ja, maar ik maak al de tafels op. Je maakt het jezelf extra moeilijk. Ja, blijkbaar. En dan gaat de pot erop. Pot. Ik zal je optillen. Pardon? 1, 2. Met de twee mag ik zo lekker dat hij... decoratief openstaan. Nou, dat komt dus ook allemaal dinsdag en donderdag of te doen. Nou, daar gaan we nog eens een gesprek over voeren.
Gordijnen hebben we weggehaald. Dat was... Moest van de stylisten. Moesten de stylisten. Dan heb je ook wat meer ruimte, wat meer... Ja, wel meer licht. Ja, op de badkamer. Dat geef ik toe. Oh, dat wordt even moeilijk. We gaan eerst naar het kantoor. Wat jullie hebben niet te zien verbouwd worden, maar wat inmiddels is verbouwd. Ja. Goed. Ik heb een katje weer onthoofd. En dit is het geworden. Ja. Ga maar kijken. De pakskast. In hoekformatie. Dat is denk ik slecht te zien, maar dat laat ik zo even zien hopelijk. Mijn werkplek. Met stoel. Leuke roosjes in een vaasje. Venetië. En kijk, de hoekkast. De hoekkast. Vier opstelling. En ja, de deur kan netjes open. Ja. Ik heb misschien koffer. Moeten we die gordijnroede nog even weghalen. Ja, misschien. Ik heb een koffer over van de week klaarstaan, zoals jullie zien. Even een leuk schilderijtje boven het bureau opgehangen. Ja, Venetië. €4,50 bij de kringloop. Dan hebben we hier het hobbyhok waar het eigenlijk dagelijks moet gaan gebeuren. Waar we heerlijk slapen, bedoel je? Ja, eigenlijk wel. Ja. Normaal hing er ook een soort van bruinige overgordijn vitrage, maar die moest weg. Ja. Ik zie dat we even om moeten letten dat we deze iets meer zo hangen. Ja. Nou, en dit is ons bed. En dan ga ik langs John. Een slag draaien. En hier hebben we nog een hoge pakkast. Ja, met de kleding. Dit was er eentje voorheen met schuifdeuren. Oh, sorry. Twee schuifdeuren, geloof ik. Ja. En dat is er nu eentje geworden met... Want die doen we braver dicht. Ja, dit doen we dicht. En met de schuifdeuren bleef die eigenlijk net even te lang openstaan. Ja. Een jaar of 9, dat is het geweest. En dan... ga zelf genieten. Le badkamer. Tadaa. Onze spa. En je hoort het al waarschijnlijk aan de ruimte. Je hebt echt ruimte. Lampje. Ik ga hem ook even op licht zetten. En we hebben hem ruimtelijker gemaakt door in de lengte donker te maken. Ja. Wat er hier... Met een regendouche. De tegelslag. En een kleine badmeubel. Ja. En het glas voor de transparantie, zodat het nog meer ruimte lijkt. Ja. En hier staan wij dan gezellig te poedelen naar de zieke. Krijgen jullie dan ook altijd de neiging om even snel de douche aan te zetten als er iemand onder staat met kleding? Ja, ik sta er niet onder. Maar dit is dus, onze badkamer. En dan hebben we hier eigenlijk een... Noviniteit. Tegenwoordig zit het volgens mij altijd wel in de spiegels, maar wij hebben er eentje met spiegelverwarming toen het nog niet in was. Dus als het beslaat, dan leuk hè, je ziet jezelf weer eens een keer. Maar ook het hele weekend nog niet gebeurd dat ik mezelf tegengekomen ben. Ja, John die heeft zich niet gedoucht hoor, dus daarom ziet hij er een beetje uit met een baard van 2 dagen. 2 dagen pas, ja. Nou, en dan gaan we hierheen. Met weer een trap naar zolder. En dan zet ik u weer even stop. En hier is dan eigenlijk het meeste gebeurd. Dat zou je zo 1, 2, 3 niet verwachten. Maar alles wat nu wit is, hebben we ook daadwerkelijk wit gemaakt. Ik heb hier ook even snel nog een hekje om het circus heen gezet. Een leuk zithoekje. Waarom jullie wel zitten, weet ik ook niet.
om de allerhande of de kampioen te lezen. Ja, dat. En onze droger in wasmachine, cv-ketel en bovenin de zonnepanelen. Ja, alles is van een vrij recentelijke datum, hè? Ja. De cv is uit 2020. 20, ja. Nou, en dan eigenlijk ook vanaf de droger dan weer 2020, 2019 is zo'n beetje. Ja, zoiets. Ja, en ja, de bed wat hier staat eigenlijk voor om aan te tonen dus dat je... Goed hier kan slapen. Goed hier zou kunnen slapen, dat het ruim is, dat het... Ja, ook uitstraling heb. Ja, dus dat was onze house tour. Ja. Neem nog even een shotje van naar beneden toe, want eigenlijk hebben we over één ding niet gehad. De trap die jullie zien, die heeft mijn vader gemaakt voor ons. Destijds was het een zeer gammel trapje. En op een gegeven moment is John er volgens mij doorheen gezakt door één tree of twee tree, dus het werd een heel spannend iets. En toen heeft mijn vader een hele nieuwe trap gemaakt. En hij loopt zalig. Dus nou, dat was het. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Oh, ja, close-up van John. Ja, ik was gelijk eigenlijk weer vol met het volgende. En we hopen dat het een leuk filmpje was. Dat jullie een beetje indruk van ons huis hebben gekregen. En misschien dat jullie ook nog wel een lege house tour van het alle andere huis krijgen als we zover zijn. Ja, misschien. Hè? Misschien. Misschien. Nou, tot de volgende. Oké. En duimpjes en jullie weten het allemaal. Doei. Ja, hoor.